Centralisatie van bestuur is een voedingsbron voor corruptie. Daarom kan herstel en stabilisatie alleen bereikt worden met een gedecentraliseerde eenheidsstaat. NPS-parlementariër Patricia Etnel vindt niet dat het decentralisatieproces goed tot uiting komt. Dat gaf ze vandaag aan bij de behandeling van het herstelplan en de begrotingsbehandeling 2021 in de Nationale Assemblée. Ze zei dat met centralisatie van bestuur er geen overzicht is van zaken. Voor een verandering moet er van deze methode afgestapt worden. We moeten richting die gedecentraliseerde eenheidsstaat gedachte gaan, welke verankerd is in de grondwet van 1987. En het zit daar. Dat is onze tool, onze middel om Suriname een prachtige toekomst te geven. Om Suriname richting een beter land te brengen. Omdat elk district, en ik zal blijven pleiten hiervoor, ook tijdens de vorige regering, heb ik ook hier gestaan en ik heb gesproken over de toegevoegde waarde van het gedecentraliseerd denken. En het heeft landen groot gemaakt. Landen als Amerika, Nederland, Brazilië. Ja, misschien Brazilië iets minder, want ze zitten en struggelen nog met zaken. Maar die gedecentraliseerde eenheidsstaatgedachte is zo belangrijk om jouw land tot ontwikkeling te brengen. Bij de presentatie van de begroting mist Etnel de financiële decentralisatie van monetaire en fiscale zaken. Ze doet een beroep op de regering dit op te nemen in de monetaire aanpak. Een land wordt bestuurd om geld binnen te halen, importen, exporten, productie. Maar wat we hebben is onze verordeningen die we hebben, die zijn niet goed afgestemd op onze nationale wetgeving. En we moeten naar dat stuk kijken. Want omdat die verordeningen heel veel mazen hebben, dat kunnen velen doen en laten in bepaalde districten en er is geen controle. En daarom pleit ik voor een gerichte aanpak met betrekking tot decentralisatie. Omdat dit plan van herstel alleen zal werken als wij die gedecentraliseerde aanpak eindelijk gaan implementeren. En die nationale wetgeving aanpassen aan die verordeningen die we hebben in de verschillende districten. Patricia Etnel, NPS volksvertegenwoordiger. Ze meent dat de districtsbesturen trainingen en equipment moeten krijgen om hun district daadwerkelijk tot ontwikkeling te brengen.